Wat een bijzondere gelegenheid om hier vandaag samen te komen. Het Merelet College bestaat 50 jaar. Een halve eeuw onderwijs, ontwikkeling en natuurlijk talloze mooie herinneringen. Vandaag mag ik het openingswoord uitspreken voor deze bijzondere tentoonstelling, samengesteld door een groep enthousiaste en zeer betrokken oud-collega's. Met veel liefde en toewijding zijn ze in de archieven gedoken om de rijke geschiedenis van deze school te laten herleven. Toen Merelet College 50 jaar geleden haar deuren opende, had niemand kunnen voorspellen hoe het zou uitgroeien tot het bloeiende gemeenschap die het vandaag de dag is. Merelet College is gegroeid van één locatie naar meerdere vestigingen in de regio en bestaat inmiddels uit 4 vestigingen met ruim 2000 leerlingen. Vele duizenden leerlingen, jongeren, hebben hier niet alleen les gehad, maar juist ook hun weg naar volwassenheid gevonden. Deze tentoonstelling biedt een prachtige inkijk in de evolutie van Merelet College. Van vergeelde klassenfoto's, krijtborden, planborden en hulpmiddelen, het is allemaal, en papieren agenda's, tot de komst van de eerste computers en digitale leer- en hulpmiddelen. Het is allemaal een weerspiegeling van de veranderingen die de school en het onderwijs in het algemeen hebben doorgemaakt. Maar wat deze tentoonstelling echt speciaal maakt, zijn de verhalen die eraan verbonden zijn. Het zijn de herinneringen van oud-leerlingen, van oud-collega's, die hier tot leven komen. Verhalen die ons meenemen naar het verleden, maar ook laten zien hoe tijdloos de essentie van onderwijs is, namelijk verbinding, groei en ontwikkeling. De tentoonstelling herinnert ons aan hoeveel de school voor ons en voor Kuik allemaal heeft betekend en nog steeds van betekenis is en in de toekomst. Waar we nu mee bezig zijn, misschien ook leuk om te weten voor jullie, is dat het Merelet College nogal groeiende is in aantallen, voornamelijk in Kuik, in de grote kernen. Maar we gaan daarbij bouwen en we gaan weer verbouwen in Grafen. Dat betekent dat we wel bezig zijn met een afbouw van mil. Daar lopen de leerlingenaantallen heel erg achteruit en zal ook niet meer komen aan die kant. Dat is heel spijtig en ik wil dat hier benoemd hebben. Dat doe je niet graag als rector, om daar dit soort besluiten te moeten nemen. Maar het is in belang van onze leerlingen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit geborgd blijft van ons onderwijs. Dat we het rijke aanbod met elkaar, samen met de meterscholen aan de zuidkant van het land van Kuik, dus daarmee bedoel ik Boksmeer en Gennep, om dit gezamenlijk met elkaar op te pakken. Samen met de bedrijfsleden, samen met de scholen, gaan we dit fixen met elkaar. Een kleine half jaar geleden zijn ze bij ons gekomen van, Merelet bestaat dit jaar 50 jaar en kunnen jullie daar iets mee? Nou, natuurlijk kunnen we daar iets mee. Dan kan ik hier nog heel lang uit gaan zitten wijden. Maar dat betekent dat jullie nog langer van de zon moeten genieten en minder van die foto's kunnen genieten. Dus ik ga er een eind aan maken. Ik wil in ieder geval de medewerkers van het Kuiksarchief die hier aan meegewerkt hebben, hartelijk danken. Als vertegenwoordiger van het decennium waar we nu in leven, hè, we gaan vanaf nu volgend jaar de 51 jaar in, wil ik de tentoonstelling openen. Dat doe ik samen met Ietje. Hè, wij werken samen op Merelet College en we maken er een hele mooie school van. En wij zullen ervoor zorgen dat dat ook zo zal blijven gaan in de toekomst. Dus wij bij deze openen de tentoonstelling en geniet ervan.